Goed, ik zal me voorstellen. Mijn naam is Willem Karsenmeeg. Ik ben adviseur bij de dienst ICT van het Drenthe College. Drenthe College, nou, u ziet het. Heeft nogal wat locaties. Het is niet heel groot. Alhoewel, aan de andere kant zeggen wij altijd, wij zijn het grootste ROC van Nederland. Tenminste, als je eromheen moet fietsen. Wat wel kenmerkend voor ons is dat we in veel plaatsen zitten en in totaal 24 locaties. En nou, later in het verhaal komt dat misschien terug dat dat ook wat te maken heeft met verbindingen en de manier waarop je met elkaar dingen zou willen doen. Oké, Drenthe College, daar ga je. Want voor sommige mensen ben ik misschien ook bekend via een weblog wat ik onderhoud. Ik had, ja, zie je wel, sommige mensen zullen mij herkennen van trendmatchen tussen ICT en onderwijs. Daar ben ik ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Eigenlijk voor mezelf als een soort van archiefje om in ieder geval de dingen te onthouden die ik overal tegenkwam. En ik merkte van mezelf dat ik dus, ik wil mezelf absoluut geen trendwatcher noemen. Maar ik volg ze wel, dus ik dacht van nou, weet je wat, een trendmatcher was een woord wat in ieder geval nog niet bestond bij Google. Dus dat scheelde een hoop. Als trendwatchvolger probeer ik verbanden te leggen. En dat lukte af en toe. Tussen de trends en ontwikkelingen die ik tegenkom op internet en het gebruik wat we ervan kunnen maken in onze dagelijkse praktijk. We hebben er net een heel mooi verhaal gehoord. Ik vond het boeiend. Maar waar ik vooral toch ook naar op zoek ben is van, wat hebben onze leerlingen eraan? Wat kunnen die er heel concreet mee? En ik hoop in het komend half uurtje jullie daar iets van te mogen laten zien. Goed, dit adres mogen jullie onthouden. Nou, het thema van vandaag was heel duidelijk. Web 2.0, zijn we klaar voor de werkelijkheid? Ik zat er gisteren nog even te lezen, die zin. Toen dacht ik van, de subtitel, hè, jongeren communiceren steeds meer via virtuele omgevingen. Dat is waar u op afgekomen bent trouwens, want het programma was helemaal niet bekend. En toch zo'n volle zaal, dat is wel heel mooi. En de vraag vooral, wat kunnen we hier als onderwijs- of onderzoeksinstelling, wat kunnen we daarmee en hoe gaan we daarmee om? Wat bij mij de vraag opwierp van, ja, maar wat is eigenlijk de werkelijkheid? Want voor mijn gevoel bestaat er niet één werkelijkheid. Ik zeg altijd, iedereen heeft zijn eigen waarheid. In dit verband, iedereen kent zijn eigen werkelijkheid. Dat geldt voor de trendwatcher of de trendmatcher. Dat geldt voor de organisatie, de instelling van waaruit je opereert. Dat geldt voor de diensten. Ik werk zelf bij de dienst ICT. Het is wel belangrijk om dat te zeggen, omdat ik dadelijk nogal wat kritische dingen over diensten ICT ga zeggen. Ik mag dat zeggen omdat ik er zelf werk. Het geldt voor de leerkracht en de docent natuurlijk. En tenslotte, maar je zou het ook van onder naar boven kunnen lezen, geldt het natuurlijk vooral ook voor de scholier en de student. Die zit allemaal in hun eigen werkelijkheid. Als ik naar mijn werk ga, denk ik, yes, leuk, weer een dag nieuwe dingen ontdekken en ontwikkelingen volgen en zo. Als ik mijn zoontje hoor thuis, dan zegt hij, vraag hoe was het op school, zegt hij, ach, saai, boring, ik mocht niks, de lessen vielen uit. En toen ik wel wat wilde, toen lukte dat niet. Vorige week kwam hij thuis, zegt hij, ik ben de klas uitgestuurd bij wiskunde. Ik zeg, god, Daan, jongen, denk nou aan je cijfers en dit en dat. Ach, zegt die papa mij, ik heb helemaal geen wiskunde. Ik zeg, wat deed je dan in die les? Hij zegt, ik wou even met mijn vriend praten. Ja, vind je het dan gek dat je eruit gegooid wordt? Denk ik dan. Maar goed, dat is hun werkelijkheid. Ze zijn daar bij elkaar en ze willen elkaar ontmoeten of dingen met elkaar overleggen. Misschien gaat het wel over huiswerk, wie zal dat zeggen? Meestal vragen we daar niet naar, zeggen gewoon van mond dicht of de klas uit. Oké, dan kom ik bij mijn inleiding. Binnen veel opleidingen komt het onderdeel leren telefoneren aan de orde. Denk je, leren telefoneren? Ik moet kunnen wijzen met die ding. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ja, geweldig. Leren telefoneren. De jeugd die kan toch. Zij doen dat 24 uur per dag. Dus hoezo leren telefoneren? Nou, tot een maand geleden, als ik mijn zoon probeerde te bellen op zijn mobieltje en had hem niet aanstaan, dan had hij als boodschap, schrik niet, als ik hem belde. Dan ging het toestel over en dan hoorde ik opeens, yo! Dacht ik, oh ja, dat is mijn zoon. Maar goed, een maand geleden ging hij solliciteren, een weekendbaantje bij een poolcentrum. Hij moest zijn cv inleveren, dan had hij ook keurig netjes een 06-nummer bij opgegeven. En de volgende dag werd ik gebeld door een meneer die zei van,
Met wie spreek ik? Zei Willem Karsmeer. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar... Ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Daniel of Jurjen. En ik heb hem proberen te bellen, maar ik kreeg iets heel raars te horen. Ik zei, oh, dat is mijn zoon. Dus vanaf diezelfde avond heb ik hem dat wel verteld. En binnen een half uur had hij wel degelijk een andere boodschap ingesproken. Goedemiddag, u spreekt met het toestel van Daniel. Dat klopt er niet helemaal, toestellen spreken niet. Maar in ieder geval, hij probeerde dat wel degelijk aan te passen. Zullen we nu de muis ergens anders neerzetten? Ja. Goed, dus leren telefoneren is wel degelijk iets wat je in het onderwijs behoren te oefenen met je deelnemers. Dan kun je denken aan handel en commercie, toerisme en recreatie, horeca, facilitaire dienstverleningen, baliewerk en dat soort zaken. Maar ook gezondheidszorg. Ik gaf laatst deze presentatie in Den Bosch. En toen kwam de afloop iemand gelijk naar me toe die zei, geweldig, ik kan dit morgen gebruiken, want wij oefenen slecht nieuwsgesprekken met onze leerlingen die ouders thuis moeten bellen van, ik moet u wat vertellen, uw schoonmoeder die ligt in het ziekenhuis en er is 50% kans dat ze wat langer moet blijven. Dan weet ik niet of dat een goed nieuws of een slecht nieuwsgesprek is. Maar nou, in ieder geval, dat soort dingen kun je aan denken. Binnen de opleiding techniek, het ICT-lyceum, de service desk. Hoe sta je klanten te worden enzovoort. Goed, de situatie tot nu toe was erbij van een mooi ingericht speciaal lokaal. Met hele moeilijke apparatuur. Een interne telefooncentrale. Waarvan de docent voor het eind van de les nooit wist hoe het nou precies werkte. En dat het ook kon opnemen. We kennen natuurlijk de cassette-recorders. Maar wat in de praktijk dan toch het meest geoefend werd was van kom jij maar voor de klas, ga hier zitten en oefen een telefoongesprek. Nou, dat is niet de meest ideale situatie natuurlijk. Dit kennen we dan. Zo, ik vond het wel een mooi plaatje, zo ging dat vroeger. De vraagstelling was dus, ben ik nog verstaanbaar? Ja. De vraagstelling was dus, op welke manier zouden we gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die internet nu te bieden heeft? Nou, dat is een mooi geformuleerde vraag. En daar werd ik mee op pad gestuurd. Van de oude situatie naar een wat modernere of nieuwe situatie. Heel concreet kwam de eerste week na de kerstvakantie kwam een collega naar me toe. En die zei, Willem, wat kunnen we met Skype? En ik vond het heel interessant om dat te ontdekken. In de kerstvakantie was ik bezig geweest dankzij Pierre Gorissen met portable apps. Allerlei applicaties die je op een USB-stick kunt zetten en op die manier kunt draaien. Twee weken geleden toen sprak ik die docent opnieuw. Toen zei ik van nou, je hebt wel wat twee gebracht met je vragen. Want ik sta nu in Den Bosch en ik sta in Utrecht en weet ik wat allemaal. Toen zei hij nou, eigenlijk komt die vraag niet bij mij vandaan. Maar een paar leerlingen van mij, die waren er al mee bezig. Dus dat vind ik wel heel, heel grappig. Maar goed, hij zei daarbij wel van ik heb wel een paar voorwaarden. Het moet makkelijk te realiseren zijn. Het moet snel te leren zijn. Ik zou het mooi vinden als het overal te gebruiken is. Ja, je mag me heel even storen. Ik kan jou niet meer horen. Oh. Waarom zeggen jullie dan niks? Ik krijg het ook eens zijn. Oké. Okay. Ik heb geen last. Hebben jullie veel gemist van mijn betoog? Of gewoon genoten van... gaan we gewoon verder. Geen lastige installatie alsjeblieft, want dan haak ik gelijk af. Natuurlijk het liefst gratis. Het mag geen geld kosten, want we hebben niet zoveel geld. En het zou heel mooi zijn dat als datgene wat we ophoesten aan materiaal, wanneer dat ook herbruikbaar is. Oké, dat waren de voorwaarden. En ik ging op zoek. En eigenlijk had ik het heel snel gevonden. Hij had het zelf al een beetje genoemd. Wat kunnen we met Skype? Daar komt Skype voorbij. En mijn tweede ontdekkingstocht was een ander programma, Pamela. Ja. 2 meter, 1,5 meter. Ja, ja, goed. Pamela is namelijk een programma wat daar heel mooi mee samenwerkt. Pamela is dus Skype certified. Zijn er mensen die Skype niet kennen trouwens? Dat is niet erg hoor. Nee. Ja, geweldig. Ja. Dan hoop ik dat het u zometeen helemaal duidelijk wordt. Ja. Pamela is Skype certified en van beide programma's wordt gezegd no spyware, no adware, no malware, dus je kunt het gerust gebruiken. Nou, je zou dus kunnen zeggen oplossing gevonden. Nog even naar Skype toe. Wat heb je daarvoor nodig? Een eigen account, maar dat is gratis. Kun je binnen eigenlijk 2 minuten aanmaken en je hebt zo'n headsetje nodig of iets anders. Ik zal het zo laten zien. En voor Pamela heb je eigenlijk alleen maar ruimte nodig om de dingen die
die je met Skype doet, op te slaan. Want wat doet Pamela namelijk? Die maakt mp3-bestandjes van je Skype-gesprekken. En dat is natuurlijk waar het om draait. Oké. Ze werken uitstekend samen. Ze zijn voor elkaar bedoeld, als het ware. Ze zijn op ieder... sorry Frits Zelders, als je meekijkt. Niet op een Apple, op een Windows-systeem zijn ze prima te gebruiken. Je moet natuurlijk wel internetverbinding hebben. En dat is het allermooiste van het verhaal. En dat zal het komende kwartiertje duidelijk worden. Ze zijn te gebruiken vanaf een USB-stick. Dat betekent namelijk dat er helemaal niks op een client geïnstalleerd moet worden. En dat was echt een openbaring, in ieder geval bij ons op het ROC. En ik heb dat inmiddels ook bij andere ROC's gemerkt. Want ja, meestal als een docent kwam met het verzoek van... ik heb een nieuw programma, daar zou ik graag mee willen werken met mijn leerlingen. Dan duurt dat of een half jaar, of hij krijgt te horen... daar beginnen wij niet aan, dat doen wij niet, want we hebben een image... en daar komen dat soort programma's niet op. Daar hebben we nu geen last meer van, want je doet het op een USB-stick, je stopt het in een computer en je zou ermee kunnen gaan werken. Oftewel, Swiss Army Knife, jullie kennen hem natuurlijk, een USB-stick is voldoende. Oké, de oplossing gevonden. En dan kun je het nog wat mooier maken, wat toetsen en bellen erbij. Oftewel een menuprogrammetje waarin je de verschillende programma's makkelijk kunt aanroepen. Makkelijker van zo'n menuprogramma is, je hebt toch ruimte zat op zo'n USB-stick, dat je daar ook handleidingen bij kunt zetten. He, dus handleiding over de werking van de verschillende programma's. Je zou er ook lesmateriaal bij kunnen opzetten, de moduleboeken waarin dat leren telefoneren aan de orde komt. En wat ook leuk is, is dat je je eigen huisstijl heel makkelijk kunt aanpassen. Dat is een kwestie van een GIF of een JPG-plaatje. En je hebt het helemaal in je eigen look en feel. En op die manier kun je dat gaan uitventen aan je deelnemers, studenten, maar ook medewerkers natuurlijk. Oké. Leuk is ook dat al die programma's keurig in de statusbalk beschikbaar zijn en blijven. Dat is gelijk ook een addertje onder het gras, want je moet er goed aan denken om ze goed af te sluiten. Niet zomaar je USB-stick eruit halen, want dan krijg je problemen. Nou, er zijn een paar technische voorwaarden, toch wel. Je moet op zijn minst die USB-poort kunnen benaderen. He, want anders dan. En er zijn ROC's of instellingen die zelfs dat uitgezet hebben. Ik ken ROC's die krijgen computers geleverd met een CD-ROM-drive of een DVD-drive tegenwoordig en die halen ze eruit. Ja. Je moet toestemming hebben, behalve dat je ze kunt benaderen, moet je ook toestemming hebben om batch of exe-bestanden uit te voeren. Want anders gaat het uiteraard ook nog niet werken. En uiteraard moeten de juiste poorten openstaan. Nou, dat heeft dan een hele discussie opgeleverd in ieder geval ROC-land. De vorige spreker zei, ik ben een vreemde eend in de bijt. Dat had ik eigenlijk ingestudeerd. Maar even, zijn er mensen uit ROC's hier in de zaal? Toch wel? Oké. Niet helemaal alleen. Goed. Waarom vraag ik dat? In ROC-land is het toch redelijk gebruikelijk vanuit de dienst ICT om alles dicht te timmeren. Niks mag, MSN doen we niet, want dat voegt niks toe en noem maar op. Ik heb de stelling van je zou zoveel mogelijk al die poorten open moeten zetten, want daar kun je in je onderwijs gebruik van maken. Nou, hier een foutmelding die ik teruggestuurd kreeg van een niet nader te noemen ROC. Die zei van ja Willem, leuk, bedankt voor je USB-stick, maar ik kan er echt helemaal niks mee. Want ik mag het gewoon niet uitvoeren. Deze dame kon nog wel de USB-stick benaderen, maar mocht vervolgens het startbestand niet aanspreken. Ja, dan heb je een probleem. Nou, zoals ik al zei, in december heb ik daarom een discussie geopend op mijn weblog. Alle poorten open. En sommige mensen voelden zich als door een adder gebeten en die reageerden dan ook. En andere mensen die zeiden, ik geloof dat dit Rino Zandé was, uit Leiden. Die zei van, oh, volgens mij is poort 80 genoeg, dan kun je heel veel. Oké. Dus, het werkt niet gegarandeerd altijd. Reken mij daar niet op af. Dan gaan we nu naar de demo time. En dit wordt heel spannend, want nu moeten we even omschakelen. Ik mocht eigenlijk niet met mijn eigen notebook werken, maar ja, als je wilt skypen, dus ook hier gelden dat soort regels, als je wilt skypen, zul je toch moeten praten en wil je luisteren. Dus we gaan nu even omschakelen naar mijn notebook.
En ja, dit is misschien een verrassing voor u, maar vanmorgen om 10:45 of 11:00 geloof ik, kwam de koeriersdienst uit Amsterdam een doos USB-sticks afleveren. En die liggen straks bij de balie. Als u uw badge aflevert, dan krijgt u deze USB-stick mee. En wat, hier, wat ik hier laat zien, dat staat hierop. Dus u kunt eigenlijk vanmiddag of vanavond gelijk hiermee aan de gang. En nu... Ja, dat applaus is dan voor de programmacommissie uiteraard. Dus dit is voor mij net zo spannend als voor u, want u ziet het, ik pak er een uit de doos en ik ga hem in mijn notebook stoppen. En heel benieuwd wat ik ga tegenkomen. Oké. Ja, ondertussen is de backchannel actief. Als het goed is zit Pierre mee te kijken en... Ja, zie. Alle berichten van Pierre komen prima door en waarschijnlijk ook van andere mensen. Ondertussen had ik Twitter ook nog actief, want dat is ook wel heel leuk. Maar we gaan nu even naar die USB-stick. Ik open de map. Ik ben bang dat dit dus fout gaat, want ze hebben hem in een subdirectory gezet. Ik zie dit dus nu echt voor de eerste keer. En ik ben bang dat dit... even een probleem zal geven, omdat het batchbestand verwijst naar programma's vanuit de root en die zal hij nu niet vinden. Nou, in dat geval heb ik uiteraard een achterdeurtje. We gaan het toch ontdekken. Dat zou wel heel sneu zijn. Ja, het menu start in ieder geval op. U ziet het, ik zal niet te ver naar voren lopen. We hebben A-suite, we hebben een huisstijl, we hebben iets over CWSNL. We hebben zelfs een mooi icoontje erbij. Alleen hier horen de logo's van de programma's te staan en die staan er niet. Dat betekent dat ik toch even de andere stick pak die ik zelf had meegenomen. Ik kan kiezen uit een aantal. Ik heb bewust deze meegenomen, dat is een U3-stick voor de kennis. Dat is veel mooier, hè, want dan wordt alles geëncrypt weggezet. Voor dit verhaal werkt dat vaak niet, omdat op veel ROC's zou je dan alsnog... een klein programmaatje moeten installeren op je C-schijf. En dat mag niet. Dus koop geen hele dure U3-stick. Maar gebruik gewoon een hele goedkope. Die je tegenwoordig bijna gratis bij een waspoeder enzovoort krijgt. Kan ik deze er zo uittrekken of krijg jij dan een probleem? Nee. Oké. 2 minuutjes extra. Om toch de goede stick aan te spreken. Ja, dat is het risico van just-in-time delivery. Dan kun je niet meer controleren. Waar heb je hem nu gelaten? Leuk, hè, al die sticks. Nee, die is niet. Nee, deze. Geweldig. Ja, ik heb een kleine modificatie aangebracht. Je hebt altijd wel creditcards die je na een jaar... dan zijn ze niet meer geldig, moet je ze weggooien. Ik knip ze altijd uit met de perforator, doe ik er een gaatje door. En dan heb ik een keurig labeltje, zodat ik weet dat deze USB-stick van mij is. Krijgt u gratis erbij, deze tip. Goed, we gaan opnieuw de stick aanspreken. Hij is er weer. Zelfs in dezelfde huisstijl. Ook daar had ik voor gezorgd, gelukkig. En nou, u ziet hier de verschillende programma's, Skype, Pamela, met wat uitleg erbij. Voor alle duidelijkheid, de tekst die u daarnaast ziet, kunt u helemaal aanpassen. Heel makkelijk binnen het menu, rechtermuisknop, en u kunt hem helemaal maken zoals u hem zelf wil hebben. Menuprogramma zelf, ik heb iets over de CWS neergezet. Maar wij gaan skypen. Dus we starten daarvoor het programma op. Omdat dit een ongebruikte stick is, nog niet geïnstalleerd, zal hij mij niet herkennen. Dus dit is de situatie die leerlingen, wanneer ze voor het eerst hiermee zouden gaan werken, maar de meeste leerlingen kennen Skype al wel, dat hoeven we hen niet uit te leggen, dan zouden ze dit moeten invullen en in 2 minuten hebben ze hun eigen account. Ik kan dat wegklikken en dan krijg ik in het rechterscherm beeld. En ik kan daar nu mijn naam invullen, mijn Skype naam. U ziet sterretjes, hè? Ja, oké. Nou, dit is afhankelijk van de verbinding, dus dat heb ik ook niet in de hand. Daarnet had ik daarvoor nauwelijks verbinding, dus ik hoop dat het hier beter is, want ik doe het wel draadloos. Dat is heel spannend. Nou, het lijkt te gaan werken. Geweldig.
Ja hoor. Ik zit erop en ik zie gelijk mijn contacten binnen Skype. Want het maakt dus eigenlijk niet uit op welke computer je Skype start. Als je inlogt, je hoeft niet altijd die stick per se mee te nemen. Als je op een ander systeem zou inloggen waar Skype al op staat. En je maakt verbinding, dan krijg je gewoon je eigen contactpersonen te zien. Wat wel jammer is op dit moment, is dat er niemand via Skype online is. Ja, Erno wil ik niet storen. Want ik weet dat hij bezig is. Joop van Schie zegt dat hij even afwezig is. Dus dat is wat lastig. Andere Skype-personen op het moment zijn even not in the air. Het leuke van Skype is wel dat wanneer je een betaald account neemt, en ik heb nog €6,70 te goed, kun je ook gewoon bellen naar gewone nummers. 06-nummers of nummers in Amerika, noem het maar op. Dus ik zal even een collega van mij bellen, kijken of zij er wel is. Dan gaan we gelijk testen of dit geluid het doet. Dat hebben we ook allemaal niet in de pauze kunnen doen. Dat kan ook nog. Het nummer is onjuist of bestaat niet. Dat is toch wel heel erg jammer. Dan heb ik een verkeerd nummer genomen. Ga ik thuis bellen? Er zal toch iemand online zijn? Pierre, ben jij niet online met je Skype? Hans is er wel? Oké. Hoort u iets als ik hier op druk? Hello? Dag Marieke. Met Willem. Hey meisje. Je zag me net nog. Nou, dat is geweldig. Er ging wat mis inderdaad. Wil je zo even gebeld worden? Vind je het niet erg? Nee, gewoon even met me praten. Oké, goed zo. Gaan we dat zo doen. Nou, Skype werkt. Hartstikke mooi. Tweede programma. Werkt dit ook nog? Tweede programma, wat ik zal laten zien. En dat is juist de kern waar het om draait. Dat is natuurlijk Pamela. Dus dat gaan we nu even starten. En u zult zien dat als ik zo weer een gesprek ga voeren, dat Pamela automatisch dat zal gaan opnemen. Ik moet wel even toestemming geven aan het programma. Nu heb ik Pamela in beeld. Nou, dat is allemaal niet zo interessant. Je kunt hier nog veel meer mee doen dan wat ik u nu demonstreer. Hoe dan ook, als ik nu weer een telefoongesprek ga voeren. Poep, poep, poep. Oh, u hoort het hier dan. Goedemorgen, Marieke Kasmeer. Je spreekt met je vader. Hoorde jij die boodschap ertussendoor? Ja, ik weet niet of je dat hoorde, maar ik kreeg even een Engelse stander tussendoor. This call is being recorded. En dat is heel belangrijk, daar kom ik later nog op terug. Nou meisje, ik vond het leuk om je even aan de lijn te hebben. Ik heb heel weinig tijd, dus ik ga je ook gelijk weer hangen. Ik heb vertraging op mijn weblog, ja, dat klopt. Dat heeft te maken met, dat ga ik je vanavond uitleggen, oké? Okay? Goed zo. Oké. Nou, dit is allemaal gelukt en als we hier nu kijken, dan zien we dat er een gesprek is opgenomen thuis. Dus Pamela die herkent automatisch of het nummer of de naam die je hebt ingegeven. Heeft daar een mp3'tje van gemaakt. Die kan ik aanklikken en afspelen. En nu zou dan echt dit geluid moeten werken, maar ik vrees het eerste. En dat is heel belangrijk, daar kom ik later nog op terug. Nou meisje, ik vond het leuk om je even aan de lijn te hebben. Ik heb heel weinig tijd, dus ik ga je ook gelijk weer hangen. Je hebt een beetje vertraging op je weg. Triest, hè? Ja, nou ja, toe maar. Goh, vanavond wel wat goed te maken. Maar goed, hoe dan ook, waar het om draait, is dat we nu een mp3-bestandje hebben. Dat staat op de USB-stick, dus ook niet op C of op D of weet ik wat allemaal. Dat kan ik meenemen. En daar zou ik dan wat mee kunnen doen. Ik kan dat inleveren bij mijn docent en zeggen van nou, ik heb een gesprek gevoerd met die en die uit mijn klas. En daar wil ik graag feedback op hebben. Daar organiseren we dan een les voor. Maar voor alle duidelijkheid, het voeren van die telefoongesprekken, die rollenspelletjes voor de klas, dat hoeft dus allemaal niet meer. Je kunt dit gewoon uitbesteden. Je kunt tegen de studenten zeggen van, hier heb je het programma, regel het zelf maar. Of je dat op zaterdagavond doet, of op zondagochtend, of het maakt mij niet uit. Als je over een week maar met 10 gesprekken op de proppen komt, dan kunnen we daarmee in de klas verder. Dan kunnen we gelijk die dingen afluisteren met elkaar en daar op reageren bij elkaar. Je kunt ook nog een stap verder gaan. Je kunt zeggen van, weet je wat, ik heb een mp3, die upload ik even naar een website.
Podcast Generator is daar een heel mooi gratis programma voor. Gaan we even kijken of we nog ergens wat kunnen laten zien. Zonder typfout in één keer. Ja, geweldig. Dit is Podcast Generator, die een PHP-programmaatje, heel laagdrempelig, stelt niet zo heel veel voor. Maar maakt het mogelijk om mp3-bestanden te uploaden naar een website. Uiteraard moet je dan even inloggen. Sterretjes. Nou, doe maar niet. Niet nu. En ik kan nu zeggen van, oké, ik heb iets gemaakt. Ik heb een telefoongesprek gevoerd. Wat doet Plastic daar nou? Dat staat bij Pamela. In Call Record. Ja hoor, daar hebben we. Die kan ik neerzetten. Ik kan het een titel geven. Testgesprekje. Je kunt veel meer kwijt. Je zou zelfs als je dit vinkje aanzet, kun je een heel verhaal kwijt. Zelfs foto's toevoegen enzovoort. Bestand wordt verstuurd. Is nu al verstuurd. Oh, Fred. Sorry jongen, ik moet je even... Ah nee, ik kan je wel accepteren natuurlijk. Bestandje is verstuurd en daar wordt gelijk een keurige feed van gemaakt. Dan kunnen we nog een stapje verder gaan. Want we kunnen tegen die leerlingen zeggen van, weet je wat, al jullie gesprekken komen daar te staan. Je kunt je via iTunes en je iPod, die de meesten natuurlijk hebben, kun je op die feed abonneren. En dan zouden die leerlingen, als ze echt serieus met hun vak bezig zijn, zouden dus die telefoongesprekken van zichzelf en elkaar binnenkrijgen in een iPod op het moment dat iemand er één gemaakt heeft. Op zaterdagochtend of op zondagnacht of noem maar op. En op die manier, als je nog een stapje verder gaat, en daar ben ik nu eigenlijk naar op zoek, ik hoop op wat hulp uit de zaal. Eigenlijk zou ik dit nog willen combineren met een weblog, zodat je via het weblog feedback kunt geven. Van, ik vond dat je wel heel vaak zei, dat krijg ik nogal eens te horen. Of andere soorten van feedback op de telefoongesprekken. Goed, volgens mij was dit de demo. Dan kunnen we weer omschakelen naar het andere systeem. Maar dat gaat heel makkelijk, hè? Ja, geweldig. Was de demo duidelijk, trouwens? Heeft u begrepen wat u zag? Wat gebeurde? Ja? Ja. Ik kan je via het web... Wat je zag was gewoon internet. Dus je zet dat ergens op een domein neer. Zullen we dat zo bij de vragen behandelen? Maar antwoord is ja. Er zijn natuurlijk een aantal aandachtspunten. Technisch, nou, u heeft dat daarnet al gezien, hè? Er kunnen dingen fout gaan. Die USB-stick moet sowieso goed geconfigureerd zijn. En sommige mensen zullen toch iets van instructie nodig hebben. Dan denk ik vooral aan de docenten die... Want ik heb bij mij op school gemerkt dat heel veel mensen echt... En dus dat is absoluut geen schande. Die echt niet weten wat Skype is en wat je daarmee zou kunnen. De U3-sticks heb ik genoemd. Die kunnen problemen geven. En wat ik ook genoemd heb, dat je moet die USB-stick niet zo uit je computer trekken. Want als u nog op dat andere systeem van mij zou kijken, al die drie programma's die ik gestart heb, het menuprogramma, Pamela en Skype, blijven actief. Ook als je denkt van, ach, ik heb hem toch weggekruist, hij doet het niet meer. Dus dat zijn technische zaken. Uiteraard zijn er ook didactisch gezien een aantal zaken die als je op deze manier gaat werken om de hoek zullen komen kijken. Maar eigenlijk laat ik dat het liefst over aan de mensen die hier echt mee aan het werk gaan. Ik draag alleen mogelijkheden aan. Maar je kunt je voorstellen dat lesmodules herschreven moeten worden. Want je doet dingen dus niet meer in de les. Je doet het anytime, anyplace, anywhere. Of nee, jij doet het niet. De studenten doen het. Nou, ook in juridische zin. De titel van mijn verhaal heet niet voor niks. This call is being recorded. Want dat is wel iets wat je dus moet communiceren met degene die hiermee gaan werken. Mensen moeten daar wel op zijn minst toestemming voor geven. Wat ik net in die demo even deed via Podcast Generator. Mijn dochtertje daar zomaar ergens neerzetten zonder wachtwoord en noem maar op. Ik kan me voorstellen in een lessituatie, zeker als het gaat om slecht nieuwsgesprekken en dat soort zaken. Dat je dat niet voor iedereen in heel de wereld publiek wilt hebben. Dus je zult dingen willen afschermen. Kortom, ga er zorgvuldig mee om. Ik denk dat Pierre daar vanmiddag ook nog het nodige over weet te zeggen. En
Hij schudt ja en nee. Daar krijgen we vast nog iets over te horen. Nou, voor mij zijn de voordelen eigenlijk heel, heel duidelijk. Ik noemde het net al. Anytime, anyplace, anywhere. De leerling is in controle in dit verhaal. He, je geeft hem dat ding mee. En zij gaan verder zelf bepalen wanneer ze wat gaan doen. Het mooie is ook dat deze mp3'tjes, die zijn helemaal niet heel erg groot hoor. Die zou je ook in een portfolio kunnen plaatsen natuurlijk. He, daar hebben ze wat aan, kunnen ze meenemen. Kunnen ze later laten horen als ze bij Centerparks gaan solliciteren. Van, nou, ik heb een hele goede prettige telefoonstem. Het is gratis, ook nog. In zoverre, Pamela is gratis tot een kwartier per gesprek. Als je echt hele lange gesprekken zou gaan voeren, dan zou je een betaald account moeten hebben. Maar telefoongesprekken van langer dan een kwartier in een lessituatie. Nou, groot voordeel wat ik zelf zie is dat je de dienst ICT niet meer nodig hebt. We hoeven niet meer naar hen toe en vragen van willen jullie dit alsjeblieft voor mij in de volgende image meenemen en installeren. Nee hoor, ze lachten mij uit. De eerste keer dat ik hier buiten op het schoolplein over praatte met ze. Ze zei, ja, Willem, dat gaat echt niet werken wat jij wil. Nou, het werkt dus zelfs in Mediaplaats aan. Nou, er zijn vast meer voordelen te bedenken. Het zal ook zeker nadelen hebben. Dat wil ik niet onder stoelen of banken steken. Je bent afhankelijk van de internetverbinding. Als die er niet is, kun je dit dus niet doen. In zoverre, Pamela, ik zei het al, het programma heeft meer mogelijkheden. Met Pamela kun je ook gewoon lokaal gesprekken opnemen. He, dus je zou dat ouderwetse oefenen met elkaar. En een microfoon zou je alsnog met Pamela kunnen doen. En dan maakt hij daar mp3'tjes van. Daar zijn mooiere programma's voor. Audacity, dat heb ik ook op de USB-stick gezet. Maar met Pamela kan dat ook. Je zou het als nadeel kunnen zien dat de leerling in controle is. Als docent van, ja, wat gaan ze nu doen? Hoe weet ik zeker dat ze over een week dat inleveren? Ik wil dat in mijn klas hebben. Je zou daar zo over kunnen denken. Ja, dat is ook een nadeel, hè? Dienst ICT is niet meer nodig straks. Want alles werkt of via het web of via de USB-stick. En onze jongens hebben straks niks meer te doen. Ik hoop dat ze bij het Drenthe College niet meekijken op dit moment. Anders dan knippen we dit er even uit. Bedankt. En wellicht nog meer nadelen. Er zijn ook meer mogelijkheden. Behalve één-op-één gesprekken met elkaar kun je via Skype ook groepsgesprekken met elkaar voeren. Dus dan kom ik terug op die locaties van ons. We hebben afdeling handel zit bij ons in Meppel, in Assen en in Emmen. En je zou dus kunnen bedenken als al die leerlingen op hetzelfde moment met dezelfde module bezig zijn, dat je dat op die manier met elkaar gaat afspreken en gaat oefenen. Je kunt het uitbreiden met Audacity, zoals ik er net al zei. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, je mag wat doen met dat geluidsbestand. Je mag de eus eruit knippen. Of je mag daar een leuke tune aan toevoegen, zodat je er een podcast van maakt. Het is weer weekend. Of zo. Wat ik heb laten zien, je kunt het uploaden met behulp van de podcast generator. En dan kun je een eigen site inrichten. Wat ik heb laten zien is een concept. Dat wil ik echt in productie gaan zetten. Dan kun je het ook beschikbaar stellen via iTunes als podcast. Heel modern, hè, op zo'n wit dingetje. En je kunt mogelijkheden bieden om feedback te geven. Hè. Denk dan aan een blogsysteem dat je in de comments je reacties kwijt kunt. En in de toekomst, en hoe ver is die toekomst van ons, zou je dit ook natuurlijk met video kunnen uitbreiden. Skype kan het al. Dus wellicht dat je straks ook, heb je iets meer ruimte nodig, maar dat je de gesprekken ook als video kunt opnemen. Nou, meer mogelijkheden zijn te bedenken. Komen we aan de vragen. Hoe zit ik in mijn tijd, Millie? Oh, geweldig. Hartstikke mooi. Nou, ik heb het al neergezet, vragen uit de zaal of vragen uit het land via de backchannel. Maar ik wil jullie natuurlijk eerst, ik wil jullie eerst de gelegenheid geven. Iemand, een vraag. Komt dit binnen of zeggen jullie van ja, leuk dat je dit laat zien. Dat zal bij ROC's misschien werken, maar daar kunnen wij niks mee. Oh, dan stel ik de vraag, dat is niet goed, hè? Ik vraag me af hoe het komt dat, ik weet niet of dat het in het buitenland ook zo is, maar dat dit soort uitvindingen zo lang duurt voordat het door het onderwijs gebruikt gaat worden. Ik bedoel, Skype is inmiddels een jaar of twee oud. Ik hoorde inmiddels anderhalf jaar geleden ongeveer van een collega van mij, die skypt met haar vader in Canada, waardoor zij gewoon wekelijks anderhalf, twee uur telefonisch contact met hem heeft. En dan denk ik, hoe komt het toch dat het zo lang duurt voor zoiets in onderwijsland landt? Nou ja, wat mij betreft zou het antwoord zijn, in ieder geval het antwoord wat ik kan geven, is dat onze dienst ICT niks met Skype deed.
Dat zou een antwoord kunnen zijn. Het is niet bekend bij alle docenten. Ze zijn gewend te werken. Oeh, dan ga ik weer heel gevaarlijke dingen zeggen. We hebben dit in het blokboek staan. We zetten die en die voor de klas. Zo deden we dat altijd. En dat is veilig. Dat werkt. En ja, waarom zouden we dat zo gaan doen? Maar misschien ben ik dan wat te somber, hoor. Ik hoor heel graag tegengeluiden. Iemand anders een antwoord op deze vraag? Nee, hè? Goh, we weten het dus gewoon niet. Het heeft tijd nodig om te landen, al dit soort zaken. Maar wat mij betreft, jullie gaan vanmiddag weg met alles wat in die doos zit. En jullie kunnen morgen hiermee aan de gang gaan. Andere vragen? Ja? Er komt een microfoon aan. Begrijp ik het goed dat er nog geen programma is om... Nou, Skype kan je met video doen. Om dan ook Discord te recorden met beeld. Dat is er nog niet. Het lijkt me ook erg achterlopen dan op de feiten. Ik ben het niet zo simpel tegengekomen. Hè? Dus echt vanaf USB dat je niks hoeft te installeren enzovoort. Er zullen ongetwijfeld mogelijkheden zijn om beeldgesprekken op te nemen... Ik zie daar een reactie. Misschien komt daar het antwoord zo meteen vandaan. Maar ik was hier, laat ik zo zeggen, ik heb ook niet verder gekeken. Want ik was hier al heel tevreden mee. Ik heb ook zoiets van, laten we dit eerst maar eens gaan doen. Ja. En dan komt de vraag om beeld, komt daar vanzelf achteraan. Ja, lijkt me en let krachtig. Wel, we hebben het natuurlijk over het voeren van telefoongesprekken. De receptionist bij Centerparks, die heeft ook nog geen beeld. Die krijgt gewoon een klant binnen via zo'n lijn. En er wordt natuurlijk... Hè, dus we moeten ook niet een stap... te snel te ver willen zetten. Oké. Okay. Ja. Mijn vraag is eigenlijk niet aan jou, maar meer of er iemand in de zaal is die dat misschien ook weet. Ik dacht dat het opnemen van telefoongesprek en in elk geval ook het videoconferencing en zo, dat zit allemaal in Macromedia Breeze. Ja. En dat hebben we allemaal als hogescholen en universiteiten Klopt. Gratis. En weet iemand ook of dat niet zo meteen in de volgende versie, in Adobe Connect, of dat er allemaal al in zit? Want ik vermoed dat het eigenlijk om de hoek ligt, of er ook bestaat. Ja, maar geldt dat niet voor veel dingen die we zouden kunnen gebruiken en die we nog niet gebruiken? Dat ja, ze in feite om de hoek liggen. Dat je helemaal geen ICT en geen poort en helemaal niks, alleen maar internet nodig hebt. Ja, ja, ja. Ik hoorde twee weken geleden een presentatie van Hans Pronk. Die had de titel The Future is Already Here. En ik denk dat dat in heel veel gevallen zo is. We kunnen nu al heel veel. We hoeven niet zo ver te kijken. We moeten het implementeren. We moeten het inzetten. Margreet, je had een vraag. Ja. We hebben het net gehad over video. Ik hoorde gisteren van mensen, de grootte van deze aarde, de grote softwaremensen... Hardware mensen, die zeiden we willen helemaal geen video opgenomen hebben en via video met elkaar telefoneren. Want ik moet midden in de nacht opstaan om met Amerika te praten en dan moet ik me scheren, ik moet in mijn net kleren. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. En die hadden als oplossing bedacht, we gaan via een virtuele wereld met elkaar communiceren. Dan heb ik wel mijn avatar, ik ben wel vertegenwoordigd. Ja. Ik kan zelfs iemand meenemen naar mijn kantoor en zeggen... Kijk eens wat ik hier heb staan. Kan daar een presentatie. Dus misschien moeten we daar al wel naar gaan kijken. Naar de mogelijkheden die dat gaat bieden. Ja, nou ja, het valt me mee. Of misschien tegen dat ik nog niet gekapiteld ben door iemand uit de zaal. Die zegt van Willem, joh, wat je laat zien is outdated. Want dit kunnen we nu toch in Second Life. He, we zetten wat avatars neer tegenover elkaar. En die laten we met elkaar bellen en praten enzovoort. Dat ligt heel dicht bij ons. Ik kan me voorstellen dat dat gaat gebeuren. Mag ik daar een opmerking? Ik heb vorige week geloof ik een onderzoekje gelezen. En daar hebben ze het Nederlands onder de 25 hoeveel online personalities die hebben. En wij Nederlanders, wij hebben er gemiddeld onder de 25. Boven de 25 is het richting 0, maar 2,2. Ja. Onbetrouwbaar. Ja. Ja. Welk onderzoek is niet klopt. Onbetrouwbaar? Klopt. Maar het leuke vond ik, daarmee staan we 11e onder België en voor Polen. Dus misschien zijn wij gewoon niet zo happig daarop. Ja, aan de andere kant, we hebben het ook, ik praat vanuit ROC-land, we hebben het over een beroepsopleiding. We hebben het over serieuze dingen die ook in een portfolio eventueel terechtkomen. Ik weet niet of je dan ook met avatars en fantasiewerelden en gedaantes zou moeten willen gaan werken. Oké. Andere vraag uit de zaal, anders geven we het land de gelegenheid. Ik zie daar nog een...
Ja, ik hoorde dus dan de trend de hele tijd van dat je het dan moet gebruiken. Al deze dingen gaan via servers in Amerika, of je nou MSN of iets anders doet. Het gaat allemaal via servers in het buitenland, waar andere regels gelden. Moeten we niet ook een beetje denken aan de Surveillance Society? Dus dat allemaal ergens wordt geregistreerd, door anderen wordt bekeken dan voor wie het bedoeld is. Dat is niet erg voor dat lesmateriaal wat toch in het openbare domein plaatsvindt. Maar we moeten toch wel heel erg denken ook aan dat openbare domein. Hoe ziet u dat? Eerlijk gezegd denk ik daar niet zoveel over na. Ik tast de mogelijkheden af die er opdoemen. En ik weet zeker dat ook als het gaat om dit soort aspecten, dat daar antwoorden op zullen komen. Er zullen mensen zijn, misschien dat Pierre daar vanmiddag ook op ingaat. Er zullen mensen zijn die zeggen van ja, oh, leuk wat jij verzint. Maar dit kan helemaal niet of dit mag helemaal niet. Of hier moeten we nieuwe regels voor gaan formuleren met elkaar. Ik heb daarnet ook het juridische aspect genoemd. Je zou ook zeker security aspect kunnen noemen. Hoe veilig is dat allemaal? Wat gebeurt er met die data? Ik ben zo goed gelovig dat ik niet denk dat dat mp3'tje wat ik nu op mijn eigen server heb neergezet, dat ondertussen ook ergens bij weet ik veel waar staat. Maar wellicht moet je zo wantrouwend zijn. Ik ben dat nog niet. Het land. Oh, nee, sorry, nog één. Ja. Jullie zijn hier naartoe gekomen tenslotte. Andere mensen zijn thuisgebleven. Zo van, het wordt toch wel uitgezonden. Oké. Wat je net vertelde met je eigen podcast kunnen genereren. Ja. Het belangrijkste onderdeel daarvan is geloof ik RSS. De lijm die al dit soort technologieën aan elkaar vastbindt. Klopt. Zijn er nog andere initiatieven die je daarmee hebt, waarbij je de leerling bijvoorbeeld naar hun eigen feeds laat maken en bij mij wat samenvattingen laten geven van het boek of ik noem maar wat? Ga je me nu vragen naar de dingen die ik nog meer doe of nog meer heb? Ja. Ik ben bang dat het een beetje buiten bestek van dit verhaal valt, ook gezien de tijd. Maar ik ben het helemaal met je eens dat RSS natuurlijk de spil is waar heel veel zaken om zou kunnen draaien en dat we daar een veel beter gebruik van moeten gaan maken. Je kent natuurlijk de weblogs en we zijn constant op zoek naar weblogs in het onderwijs. De meeste vind ik in het basisonderwijs, basisscholen. ROC-land heeft er nog niet zoveel. Waar ligt dat aan? Ik weet het niet. Ik ben heel blij dat dit zo lang geduurd heeft. Want mij was gevraagd door de organisatie om ook nog iets te vertellen over podcasting in het onderwijs. Ik ben afgelopen weken op speurtocht geweest. En ja, ik moet zelf zeggen, we hebben natuurlijk onze goeroe op podcastgebied in Nederland met zijn Educast. Maar behalve dat, gewoon dingen in de praktijk, die moet je met een zaklamp zoeken. Of zeg maar een halogeenschijnwerper. Die zijn er niet heel veel. Ik heb wel een aantal reacties gehad. Wageningen doet het heel goed, maar dat is een podcast. Hè. Dat is al uitgebreider. In Leiden heb ik wat gezien. Ik werd gewezen op hele leuke initiatieven in België. Maar echt een podcast die zomaar geïntegreerd is in lessen en daar een goed deel van uitmaakt, kom ik nog maar mondjesmaat tegen. Okay. Dankjewel. Okay. Laatste vraag uit de zaal. Laatste vraag, ja. Ik krijg toch een beetje zo'n Big Brother gevoel bij. Dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Want ik ben het wel met u eens. Alles wat we nou doen, dat zie je nou toch al. Alleen, je krijgt nu dus bijvoorbeeld ook dat ouders gaan meekijken wat hun kinderen op school doen. Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat wat ik heb laten zien is een concept. Als je op die manier zou gaan willen werken via die RSS-feed en podcast generator, dan zou je dat moeten willen in een afgeschermd gebied wat alleen bestemd is voor jouw groepen, voor jouw deelnemers. En is dat veilig of niet? Ik ben er niet zo aan thuis, maar... Dat kan, dat moet even geprogrammeerd worden, maar dat is geen enkel probleem. Dat kun je zo doen. Maar want u zegt, ik zeg alleen maar wat de mogelijkheden zijn. Maar denkt u dan ook na over wat dan de gevolgen kunnen zijn? Over hoe ouders met hun kinderen omgaan en over wat het allemaal voor gevolgen heeft? Of heeft niet zo'n beeld van waar het naartoe gaat, alleen maar van, goh, dit zijn de mogelijkheden? Ik heb er wel mijn ideeën over, maar ik doe graag mijn ding. En andere mensen die zullen meer de nadruk daarop leggen. Ja? Goed. Pierre, zijn er vragen uit het land? Ja, een paar. Behalve het beeld doet het niet of zo. Nee, want zover ik weet doet het beeld het prima. Geweldig. Eén technische vraag. Je had het een paar keer over de ICT-dienst. En ik kreeg de vraag of de ICT-dienst zich dan geen zorgen maakte over de bandbreedte die Skype allemaal kostte. Ja,
ik heb heel simpelweg genoemd, er moet internetverbinding zijn. Dat mag je een beetje ophogen en zeggen, er moet een goede breedbandverbinding zijn. Waarom sta ik hier als ROC? Omdat wij heel dankbaar gebruik maken van de gigabitverbinding die wij via Servnet krijgen. Zo ben ik hier ook terechtgekomen. En je zult wat bandbreedte nodig hebben. Alhoewel, aan de andere kant, als leerlingen het vanuit huis doen, Skype zelf gebruikt niet zoveel. Okay. Dat is echt heel netjes. Als je dat gaat monitoren, is mij verteld, want ik ben helemaal niet zo technisch. Maar dan valt dat heel erg mee. Ik wacht nog op de dag, en dat gaat ergens half april beginnen, dat we echt in een studielandschap met 50 studenten dit tegelijk willen gaan doen. En dan ben ik heel nieuwsgierig naar wat onze bandbreedte zal zijn en hoe dat uitpakt. Behalve het geroezemoes in de zaal zelf, want dat is natuurlijk ook een aspect waar je mee te maken zult hebben. Oké. Dan een meer onderwijskundige vraag. Of de gesprekken ook hergebruikt worden, bijvoorbeeld in de volgende module, als goede of slechte voorbeelden? Uiteraard. Dat is dat herbruikbaar zijn. Hè? Dat je die dingen kunt archiveren en kunt meenemen naar je tweede jaar, je derde jaar. Niet voor niets hebben we het opslaan in je portfolio genoemd. Okay. En laatste vraag die langskwam. Jij noemde didactische aanpassingen aan je modules als je met Skype ging werken. En de vraag of dat wel zo verstandig was, omdat je dan techniek en didactiek tegelijkertijd aan het aanpassen was. Zie je wel dat ik het moet overlaten aan de mensen die... Ja. Nee, daar heb ik geen antwoord op. Ik denk dat dat zeker zo zal zijn. Aan de andere kant, in de oude situatie dat er gezegd werd van, en we gaan nu kijken naar een video, dan stond er ook ergens van, stop nu de video in de... Ja, waar hebben we het over? Die techniek is wat mij betreft ondergeschikt, in feite. Heb ik zelf nog wat? Oh, de discussie, ja. Ja, ik... Het probleem dat Roet in de subdirectory zat. Hoe is dat het gemakkelijkst op te lossen? Door alles even een laag hoger te slepen. Dat zou ik zelfs kunnen demonstreren. Mailen we even ja. Aan de ja. Ja. Alle mappen moeten gewoon even een laag hoger gesleept en dan werkt het perfect. Ja, het is gewoon jammer dat we zullen Driver Media, we zullen de naam van het bedrijf niet noemen, dat ze dat zo nee. Gedaan hebben. Oh. Oké, er is meer informatie. Ik heb daar even een short URL van gemaakt. Shurl.org/skypeproject. Dan komt u op deze pagina terecht waar nog wat uitleg staat over wat ik vanmorgen heb laten zien. En helemaal onderaan is ook een zipbestand te downloaden. Dat is dan wel weer met het Drenthe College look and feel. Maar dat zult u niet erg vinden. En wellicht dat we de inhoud van deze USB-stick ook gewoon via de CV-site beschikbaar kunnen stellen. Maar daar kon ik niet op anticiperen. Maar ik mag aannemen dat dit verhaal ook gewoon via de website van cvis.nl, cvis/nl.nl, beschikbaar komt. Ja, in ieder geval de presentatie. Eén dus. Kleine opmerking. U ziet hier MBO Prosumer van leermaterialen. Is toch wel leuk om te melden. Daarnet liet ik ook de huisstijl van Kennisnet voorbij komen. We hebben dit als project aangemeld bij Kennisnet. En inmiddels gehonoreerd gekregen. Dus we hebben wat financiële middelen gekregen om dit ook echt te gaan doen met onze deelnemers. En dan wil ik dus ook de podcast generator verhaal en dat soort zaken verder uitbouwen. Oké, wat mij betreft. Dankjewel. Bedankt. Ja.